De gevolgen van de slavernij zijn nog steeds voelbaar in de Surinaamse samenleving, zei voorzitter Marinus B. van de Nationale Assemblée DNA vandaag bij de opening van de workshop Slavernij Verleden. Deze workshop heeft als doel een breed gedragen en eenduidig Surinaams standpunt te formuleren betreffende de aanpak van het slavernijverleden, de impact op het heden en eenwording als kracht voor de toekomst. B zegt dat de gevolgen van de slavernij terug te zien zijn in de vorm van sociale ongelijkheid, discriminatie en onrechtvaardigheid. De resultaten van deze workshop zullen in de nabije toekomst gebruikt worden om een initiatiefwet te vervaardigen. Die alle burgers de rechten toekent die ze vanwege de ongelijkheid tijdens de slavernij nu nog moeten ontberen. We zullen moeten samenwerken om een beter begrip te krijgen van de slavernij en de gevolgen ervan. Om daaruit voortvloeiende het te bewandelen traject voor de hedendaagse samenleving op adequate wijze in perspectief te brengen. Het is belangrijk om te beseffen dat de slavernijverleden niet alleen een zwarte bladzijde is in de geschiedenis van Suriname, maar een collectieve verantwoordelijkheid die de hele wereld aangaat, ongeacht de maatschappelijke positie. Het is daarom meer dan logisch dat we niet alleen de nazaten van de uit Afrika afkomstige tot slaafgemaakten, maar zeker ook onze inheemse broeders en zusters meenemen in deze gang naar bestuurlijke erkenning voor wat ons rechtens toekomt. De workshop staat ook in het licht van de internationale ontwikkelingen, met name de aangeboden excuses voor het slavernijverleden door de Nederlandse premier Mark Rutte. President Chandrika Persat Santokhi haalde aan dat er binnenkort een nationaal platform voor het slavernijverleden zal worden samengesteld. Binnen dit platform zullen deskundigen, relevante NGO's en belanghebbenden zitting hebben. Via deze vertegenwoordigers zullen alle groepen direct dan wel indirect betrokken worden in de discussies over wat na de komen van Nederland zal moeten volgen. Het platform heeft als doel om middels nationale dialoog het beleid te helpen formuleren dat als basis zal dienen voor het nationaal gedragen standpunt over de excuses. En het is bedoeld om een inclusieve en participatieve benadering te waarborgen. Maar ook om ervoor te zorgen dat de belangen en perspectieven van de nazaten van de slaaf tot slaafgemaakten worden meegenomen in de besluitvorming van de regering in Suriname. De president zegt dat het Nationaal Platform voor Slavernijverleden in nauwe samenwerking met de Nationale Assemblée deze doelen zal moeten realiseren. De workshop Slavernijverleden, die door DNA is georganiseerd, wordt morgen afgesloten. Later in het journaal komen wij terug op de Kitty Kotti herdenking.